En onze organisatie heeft wel ontzettend veel belang aan het feit dat de Mr. Gay Belgium finalisten en ook Mister zich actief zullen inzetten voor en binnen de LGBT-gemeenschap. En daarnaast plaatsen we jaarlijks ook een project, initiatief of vereniging mee in de kijker. En de keuze die ging dit jaar uit naar Vereniging voor Autisme. En de jonge man en vrouw die mij nog meer kunnen overtellen, roep ik graag even bij me op het podium. Uw applaus voor Mr. Gay 2017 en woordvoerster van het WBA, Sophie De Paak. Samenwerking starten, dacht Sophie van, ik zal het daar een keer gewoon vertellen wat we doen. Maar ze had altijd zoiets van, voor kleine groepen en nu staat ze hier op een theater, dus ik vind dat al een applaus verdienen op zich. Ja. Sophie, voor de mensen die het Vereniging voor Autisme niet kennen, wat doet het VVA exact? De Vlaamse Vereniging Autisme bestaat ondertussen iets meer dan 40 jaar. Is opgericht door ouders die op zoek waren wat autisme betekent. Wij doen de autisme-telefoon, mensen kunnen daar naar bellen. We hebben infohuis, we hebben ook inleesessies waar we alle finalisten van Mr. Gay naartoe zijn gekomen. Ze vonden dat een heel interessante ervaring. Maar wat dat wij het belangrijkste vinden, is dat wij willen tonen dat mensen met autisme heel wat talenten hebben. En als iemand als Jamie dan vertelt dat hij autisme heeft en dat mensen dan zien wat hij allemaal kan en dat hij op reis gaat, kan spreken voor mensen, dan is dat een heel ander beeld dan wat de mensen eigenlijk hebben van mensen met autisme. Dus voor ons is Jamie een hele grote boodschapper geweest. En het is ook een hele lieve jongen natuurlijk. Ja, want Jamie, het VVA ligt jou ook enorm aan het hart. Waarom? Ja, het VVA ligt me heel aan het hart. En als Sophie zei net ook, ja, ik heb zelf autisme. En ik werd vroeger in de schoolomgeving en in de maatschappij ook niet heel goed geaccepteerd omdat ik autisme heb. En dat was ook wel een soort van outingremmer voor mij, omdat ik zoiets had van, ja, als ik al niet geaccepteerd word als jongen met autisme, hoe zou ik dan in godsnaam geaccepteerd worden als homoseksueel zijn? Hè? Ja, en je lanceerde daarom ook enkele maanden geleden samen met VVA ook een campagne. Ja, inderdaad. We hebben de campagne Autism Understand Don't Judge gelanceerd, wat een beeldcampagne is met een boodschap die niet duidelijker kan zijn dan dat. Ik denk dan persoonlijk dat understanding in onze maatschappij vooral nog een heel groot probleem is. Mensen gaan nogal rap een label plakken op personen met autisme, op personen die homoseksueel, lesbisch of al die lettertjes dat er tussenin is valt. En ze gaan ons ook op die manier gaan nog behandelen. Ze gaan denken dat wij dingen minder kunnen. Ze gaan denken dat wij minder gaan presteren omdat wij autistisch zijn, omdat wij homoseksueel zijn. En vandaar deze campagne om echt wel de talenten van personen met autisme of homo zijn of al die lettertjes dat tussen naar voren te plaatsen. Een mooie campagne. Je hoort dames en heren, twee personen met een sociaal boom daar. En een warm applaus voor Sophie.